Lichting die zeg maar om je bord heen gaat. Het is misschien wel wennen met gooien, want je gooit een soort koepel voor je gevoel. Ik geloof dat die 95 euro was, maar dan heb je ook wat. Ik heb een story met Twitter al gezet. Deze pijlen. 95% tungsten, kijk. Mijn moeder belde dus vanmorgen. Paul, we hebben nog pijlen gevonden die je vader ooit geleend had. 95% tungsten ligt gewoon mijn ouders. Een van mijn wedstrijdpijlen. Voor mij waren het 1 of 22 gram, dus ik hoop dat ik hem kan gooien. We gaan het testen straks. Nou, toch weer een setje terecht. Maar dan gaan we even kijken of dit een beetje goed is. Of het een goede investering is geweest, ja of nee. Nou, we gaan kijken. Het was eigenlijk vrij simpel om aan te sluiten, maar we gaan even kijken hoe het eruit. De meeste mensen weten wel, ik heb een nieuwer bord zelf, de Pro SFB, maar die heeft die dikke wires en die krammetjes. En dat heb ik al een paar keer uitgelegd. Dat is verschrikkelijk. Die niet uitdoet. Dus daarom met dat hele goede licht, dat je dat gewoon nu duidelijk ziet. Het voordeel van het licht is dat je geen schaduw meer hebt met gooien. We gaan meteen even testen. Gewoon met die pijlen waar ik gewoon 9 jaar niet mee gegooid heb, meteen 100. Het begon dus allemaal lekker deze week. Ook maandagavond kwam Black Cobra 180, oftewel Jeffrey de Zwaan, die kwam in de chat. Die deed uiteindelijk mee in de stream. Jeffrey de Zwaan, voor degene die hem niet kent, Jeffrey, dit is hem. Jeffrey de Zwaan, match start. Match start, en dat past. Die sensation is hier perfect. Uiteindelijk deed Jeffrey ook gisteravond mee in de stream. En dan deden we bijvoorbeeld de vragen stellen. Kijkers konden allemaal vragen stellen over dat. Hoeveel uur datje per dag? Verschillend denk ik. Verschillend, inderdaad. Maar meestal voor een tv-toernooi, dan train ik sowieso 3-4 per dag. Eigenlijk. Maar heb jij dan ook... Ja? Heb je dan ook... ik begreep wel, volgens mij Michael en Raymond sowieso, die nog langer. Die gooien echt 3 uur van tevoren, zijn ze echt bezig met ingooien. Heb je dat ook? Of, ja, klopt. Ja, ik ben sowieso zeker 3-4 van tevoren voor mijn wedstrijd ben ik aanwezig in de zaal. En ja, dan ga ik gewoon rustig aan voorbereiden inderdaad. Altijd in principe gewoon mezelf de schoenen aan, die ik altijd aan heb. Maar het zou mij niet uitmaken of ik nou op andere schoenen zou gaan gooien. Nee, wat ik zei Jeroen, is niet hetzelfde soort schoenen. Het gaat om dat je schoenen draagt. Niet dat je op thuis op je slippies of op je sokjes gaat darten om te trainen. Dat is niet goed, snap je? Nee, weet ik. Jeffrey is de nummer 23 van de wereld, maar kan ook goed gamen. Je hebt die Jean, dat is allemaal grote stappen zijn dat. Nou ja, die let niet op die jongen. Oh, lekker! Ja, lekker! Hier, hij wint de UK Open, jongens. Zeker weten nu. Door dit moment... Als Jeffrey de UK Open wint, komt het door dit moment, jongens. Nee! Lekker, Jeffy! Die is down, maar binnen. Nee. Wat is dit aan de hand? Ik pak gewoon 5 kills. 4800 damage. Jeffrey 4102. Jezus, mina man. Jeffrey kwam maandag in mijn stream vanuit Engeland. Hij zit gewoon in een hotelkamer in Engeland, want vrijdag begint de UK Open. Hij zit in een hotel daar met alle PDC-spelers bij elkaar, ook Barney, die in zijn team zit natuurlijk. Jeffrey werd er afgelopen maandag dus op geattendeerd door een vriend van hey. Een YouTuber in Nederland doet leuke dingen met darten, maar ook met gamen. En Jeffrey is een Warzone-fan. Jeffrey kwam in mijn stream en uiteindelijk deed hij mee. En gisteravond weer. En dat vind ik super tof. 7, 8 uur lang met hem gestreamd. Super chille gast. Vertelt heel veel over darten. Super interessant ook voor de kijkers. Jeffrey zal de komende tijd veel vaker meedoen in de livestreams van Warzone. Maar ook gaat hij meehelpen met de darts-content. Dat is gewoon een keertje voor een toernooi. Iets leuks wil doen. Zoals jullie bij het begin van de video konden zien, de dartsverlichting is binnen. Ik moest er één ding hebben. Dat is de stroomvoorziening voor mijn camera. Voor mijn Canon. Die was stuk. Ik heb nu een nieuwe binnen. En hij werkt. Want ik kijk nu gewoon in de camera met die stroomvoorziening. Hartstikke mooi. De verlichting was gisteren al binnengekomen. En nu het ook binnengekomen. Heel belangrijk voor de camera.
stroom, dat hij altijd gewoon lekker bekabeld is. In de livestreams, yes! Kijk, dan gaat hij gewoon aan. En dan kan hij altijd aan in de streams. Lekker. Sinds 2,5 jaar ben ik een fanatieke kickbokser geworden, zoals de meeste mensen weten die me een beetje volgen. Gisteravond had ik met Wendy samen een coronaproof training en ik deed iets te fanatiek, denk ik. Er is iets met mijn schouder. En helaas, mijn rechterschouder. Gisteravond gebokst. Met dit resultaat, mijn rechterschouder. Ontsteking of zo. Ik kan het amper bewegen. Niet zo lekker. Ik ben hier net ingesmeerd. Met, waar is het ook weer in? Geen idee, iets van Rijn is het. Bok shit. Voor deze video had ik er ook nog wat dingen gepland qua darten, wat nu dus niet in deze video zit. Ik hoop dat ik snel herstel. In de tussentijd kan ik natuurlijk heel veel doen, want de UK Open begint vrijdag en daar kan ik heel veel dingen mee doen. We gaan het een beetje coveren in livestreams, maar ook in content, maar kijken hoe ik precies ga doen. Hou het allemaal in de gaten. De UK Open, aanstaande vrijdag begint het. En ook Jeffrey doet eraan mee natuurlijk. Ik ga straks ook extra dartpijlen ophalen in Barneveld, dat ik 2 extra setjes heb. Super tof, via een kijker. Shout-out naar Marco. Ik kan dus een paar dagen niet trainen qua darten. Maar we hebben een oplossing. Laat jullie eens zien hoe jullie trainen. Hier bijvoorbeeld iemand met een hele gekke stijl. Het Kingelut e-mailadres, hetlist1977@hotmail.com, staat ook in de beschrijving. Daar moet je naartoe mailen. Mail daar jullie filmpjes naar mij toe van hoe jullie gooien. En dan kom je in de volgende aflevering dus van deze darts content, kom jij aan bod of misschien in de stream. En dan gaan we je gooien, je worp analyseren. Vergeet niet een leuke reactie achter te laten, vergeet niet te liken, vergeet niet een clipje te maken en mail dus naar hetlist1977@hotmail.com. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering of in de livestreams. En de UK Open gaan we lekker coveren met z'n allen. Hoe? Dat zien jullie allemaal, want we kunnen nu dus streamen. Maar arm zit dan niet heel erg mee. Thanks, likes, later.